Trillingen. Het herhaalt zich constant. Wat is het eigenlijk, een trilling? Daar gaan we het eventjes over hebben. Bij een trilling is vooral de herhaling van belang. Ja, een beweging moet zich constant herhalen om een trilling te kunnen zijn. Periodiek. Het is niet alleen de herhaling. Nee, het moet ook om een evenstand zijn. En een evenstand is de stand waar hij zich bevindt als hij in rust is. Je kunt bijvoorbeeld een slinger. Ja, de slinger is duidelijk dat het zich herhaalt. En het is ook duidelijk dat als hij stilstaat, dat hij altijd in dezelfde stand stil komt te hangen. Dit is een mooie symmetrische beweging. Je kunt bijvoorbeeld de slinger ook op deze manier bekijken. Ook dit is een trilling. Ja, het is een herhaling. En ook hier weer zal hij gewoon naar beneden hangen als hij in rust is. Je kunt ook heel vaak dit tegenkomen. De massa aan schroefveer. Ook dit is een hele belangrijke trilling. Ook hier voldoet hij aan de twee voorwaarden, namelijk een periodieke beweging en er is een evenstand. Wat denk je van deze? Beweging van het been tijdens fietsen. Nou, het is wel duidelijk een herhaling, maar er is niet echt een evenstand. Ja, je kunt je been op ieder moment stil houden, oftewel het is geen trilling. Het is wel een periodieke beweging. Wat niet een periodieke beweging is, is bijvoorbeeld een lift in een flatgebouw. Ja, het beweegt wel op en neer en zo, maar er is niet echt een herhaling in. Het is niet zo dat je duidelijk kunt voorspellen van nu gaat hij omhoog en nu gaat hij naar beneden toe. Dus het is geen periodieke beweging en dan is het sowieso geen trilling. Wat voor kenmerken en eigenschappen heeft een trilling? Allereerst belangrijk is de uitwijking natuurlijk. Uitwijking, afstand tot de evenstand. Symbool, kleine letter U, en het is een lengte-eenheid, dus moet het meters zijn. Wel belangrijk natuurlijk van, hij kan boven of onder de evenstand zijn, of links of rechts van de evenstand. Wat nu, als het 1 centimeter is, dan moet je wel kunnen aangeven, is het nou links of rechts? Nou, dat doen we met plus en min. Ja, afstanden zijn positief als zich rechts of boven de evenstand bevindt, en andersom negatief. Met uitwijking heeft ook meteen te maken de amplitude. Amplitude, dat is de maximale uitwijking van trillend voorwerp. Ja, wat is maximaal ten opzichte van evenstand? Symbool, hoofdletter A, en natuurlijk is het weer meters. En een amplitude is altijd positief. Ja, dus maakt niks uit of hij links of rechts is, maximaal. Een amplitude is altijd positief. Nou, bij de herhaling hoort natuurlijk een tijd. Nou, hoeveel tijd herhaalt het zich? En dat noemen we de trillingstijd. De tijd nodig voor één volledige trilling. Symbool, hoofdletter T. Het is een tijd, dus de eenheid is secondes. En bij trillingstijd is eigenlijk het omgekeerde de frequentie. Ja, de trillingstijd is de tijd voor één trilling. En frequentie is het aantal trillingen voor 1 seconde. Ja, aantal uitgevoerde trillingen per seconde. Symbool, kleine letter F. En de eenheid is eigenlijk per seconde, maar dat noemen we altijd gewoon de hertz. En trillingstijd en frequentie zijn elkaars tegengestelde. Dus als je trillingstijd weet, kun je frequentie berekenen. En omgekeerd, trillingstijd is 1 gedeeld door F. Of frequentie is 1 gedeeld door T. Kijk. We gaan even naar één volledige trilling kijken. Omhoog, naar beneden en weer terug. Stop. Ja, gelukkig. Eén volledige trilling. Dat betekent dus, gaat eerst helemaal omhoog. Dan heeft hij een kwart gedaan. Gaat hij weer terug naar waar hij was. Heeft hij een half gedaan. Naar beneden toe, drie kwart. En weer terug, één. We noemen dat fase. Hij begint met een fase 0. Gaat hij omhoog. Daar is de fase een kwart. Naar beneden. Oh, fase een half. Weer naar beneden toe. Dan is daar de fase drie kwart. En weer terug. En als je terug is, is de fase 1. Je ziet dus 0 of 1 kun je eigenlijk het verschil niet tussen zien. Nou, zo'n trilling gaat natuurlijk constant door. Dus daar is de fase 5 vierde. Anderhalf. En daar wordt die 1 drie kwart. En terug. Is een fase 2 geworden. En zo herhaalt het zich constant. Ja, daar 9 vierde, weer terug. Ja, 5 tweede, daar.
et cetera, et cetera. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Fase van een trilling. Het is gewoon hoeveel trillingen heeft je uitgevoerd. Ja, fase, het symbool is de Griekse letter phi. En laten we eventjes een voorbeeldje doen. Ja, stel je voor een slinger, slingertijd van 8 seconden. Wat is de fase na 2, 6 en 40 seconden? Nou, in feite moet je dus kijken van hey, hoe groot is de fase? Betekent dus van hoeveel trillingen heeft hij uitgevoerd na 2 seconden, na 6 seconden en na 40 seconden. Nou, na 2 seconden dan zie je dus, heeft hij nog niet eens één trilling uitgevoerd. Het is precies dat hij een kwart trilling heeft uitgevoerd. Oftewel, de fase is een kwart. En op die manier kun je het verder doen. Na 6 seconden nog steeds niet één trilling, maar drie kwart trilling. En na 40 seconden, ja, dan zit je er wel duidelijk overheen. Het past er 5 keer in, oftewel de fase is 5. Je ziet hier ook meteen van hoe je fase in feite kunt berekenen. Want de fase is dus de tijd die je hebt gedeeld door de trillingstijd. En gedeeld door t is eigenlijk hetzelfde als maal f, want 1 gedeeld t was gelijk aan f. Let op, als je naar dit voorbeeld kijkt, is het eigenlijk niet helemaal goed natuurlijk, want je moet natuurlijk altijd letten op significantie, dus eigenlijk moest het zo zijn. Ja, eventjes de tijd aangeven met 2 cijfers significant, en dan krijg je dus het antwoord ook altijd in 2 cijfers significant. Ook hier is significantie nog steeds wel van belang. Goed, hoe groot is in dit punt nu de fase? Nou, een kwart natuurlijk, of, oh ja, dit kan natuurlijk ook, dat hij al 1 heeft gedaan, of, dit is wel een probleem, want zelfs het laatste is mogelijk. Je weet natuurlijk niet wat er van tevoren is geweest. Oftewel, geen idee hoe groot de fase is. Maar wat ik wel weet, is dat het eindigt op een kwart. En die kwart, dat noemen we de gereduceerde fase. En dat is natuurlijk veel belangrijker dan fase. Het gaat erom van waar bevindt hij zich. Oftewel, gereduceerde fase is hier de fase tussen de 0 en de 1. En alles wat ervoor staat, maakt niets uit. Het gaat om die gereduceerde fase. 2 trillingen. En nou, een beetje saai natuurlijk. Nou ja, natuurlijk een saai, dat kan natuurlijk eigenlijk ook weer niet. Maar goed, als ze tegelijk trillen, ja, is het faseverschil constant nul. Ze zijn iedere keer precies gelijk. We noemen dit in fase. Ja, als het faseverschil nul is, zijn ze in fase. Je kunt ook een kleine voorsprong geven, dus dat is deze. Ja, en dan zie je dus dat rood iedere keer, hoeveel is hij meer? Kijk, hij is nu in het midden. En die andere is, dus het verschil is precies een kwart. Ja, het faseverschil is hier een kwart. Je kunt ook deze doen. Nou, dus ze zijn precies tegengesteld. En het faseverschil is een half. En we noemen dat dan dat ze in tegenfase zijn. Beide trillingen zijn in tegenfase. Nou, faseverschil, 2 trillingen A en B, die kunnen dus verschillende fases hebben en betekent dus dat één voor ligt op de ander of net andersom. Faseverschil tussen A en B is gewoon de één min de ander, niet zo moeilijk. En je kunt natuurlijk ook weer iedere fase berekenen met t gedeeld t. Als je het invult, zo, nou, dan krijg je dus in feite gewoon dat faseverschil. Kijk hier, faseverschil is verschillende tijd gedeeld door trillingstijd. Let op, je moet dan natuurlijk wel hebben dat de beide trillingen dezelfde trillingstijd. Ja, als je 2 trillingen hebt met verschillende trillingstijden, dan wordt het niet zo eenvoudig, want ja, dan zal het faseverschil constant veranderen omdat de trillingstijd niet gelijk is. Dit is een zogenaamd UT-diagram. In een UT-diagram kun je op ieder tijdstip aflezen wat de uitwijking is van een trilling. Kijk hier, ja, hier is de trilling maximaal. Dit is de amplitude, hè? Kijk, dat is dit stukje amplitude, kun je hier ook aflezen, is 1 centimeter. Uit een UT-diagram is ook af te lezen hoe groot de trillingstijd is, want trillingstijd is precies 1 trilling, dus dat is hier precies 1 seconde. Eventjes, de frequentie is natuurlijk op zich dan ook 1 hertz, want ja, 1 gedeeld door 1, dat is logisch.
Een andere trilling heeft het UT-diagram die je hier ziet. Nou, je ziet de uitwijking is dubbel zo hoog, amplitude is dubbel zo groot, die is 2 cm. Trillingstijd, tijd voor 1 trilling, is deze afstand en die zal ongeveer 0,66 zijn. De frequentie, 1 gedeelde trillingstijd, 1 gedeelde 0,66 is 1,5. Dat kun je ook natuurlijk aflezen. Kijk, hier is 1 seconde en hij doet 1 trilling en dan 1,5 en dan is je bij de 1 seconde. Dus inderdaad, 1,5 trilling doet hij in 1 seconde en dat was frequentie. We kunnen bij een UT-diagram ook andere dingen doen. Ja, want het is in feite gewoon afstand tijdsdiagram. Oftewel, ik kan naar de helling kijken en de helling in een UT-diagram, in een XT-diagram, waar was die gelijk aan? De steilheid in een UT-diagram is gelijk aan de snelheid. En dan zie je dus dat de snelheid van een trilling, ja, op dat punt is de helling maximaal, dus is de snelheid daar ook maximaal. En als je daar maximaal is, het is een herhaling, dus is die snelheid ook daar, daar en daar maximaal. Want daar zijn de hellingen maximaal. En die blauwe lijn, ja, het is dus de helling op de toppen, en daar is die 0. En als je daar 0 is, is natuurlijk op de andere toppen ook 0. En sterker nog, daaronder is de snelheid ook 0. En dan krijg je nog de groene lijn. Daar is de helling ook maximaal, maar dan wel net de andere kant op, negatief. Oftewel, daar is de snelheid maximaal, maar dan wel naar beneden toegericht. En ook hier heb je dus diverse plekken waar hij maximaal omlaag is. Nou, eventjes een beetje schrikken. Rood is maximaal omhoog, groen maximaal omlaag en blauw is hier 0. Dus dan krijg je deze kant. Als ik dan de punten eventjes verbind met een mooie vloeiende lijn, dan heb ik dus dat voor snelheid is dit het diagram. Dit is in feite een VT-diagram. En klopt dit, de snelheid? Nou, kijk even naar een slinger. Ja, de slinger heeft inderdaad, ja, een snelheid die 0 is als je in de uiterste standen bevindt. En dat klopt dus hier ook. Hè. Kijk hier, wanneer is je 0? Dat is hier. En dan bevindt, ja, het UT-diagram maximaal is de snelheid 0. Is de uitwijking maximaal de andere kant op, is de snelheid weer 0. En de snelheid is maximaal, kijk hier, als de uitwijking 0 is, en dat klopt inderdaad precies zo met een trilling, en dat geldt natuurlijk hetzelfde voor een massa aan een veer. Ook hier, ja, in de evenwichtstand is de snelheid maximaal en in de uiterste standen is die 0. Het VT-diagram kan ik natuurlijk ook weer een helling doen. En de helling in het VT-diagram is de versnelling. Dus, ook hier weer, maximaal is die daar. Betekent dus dat daar de versnelling maximaal is in een positieve richting. Niet alleen daar, maar ook weer natuurlijk op de andere plekken. 0 is je weer op de toppen van het VT-diagram. Dus als je daar. En maximaal de andere kant op is hij op dat plekje. Dus daar. Ook hier weer eventjes een beetje schrikken. Dan krijg ik het op die manier. Oftewel, de versnelling die zit op deze manier. Nou, weer eventjes een beetje wat opruimen. Zo, de versnelling. Het gaat me niet echt om de versnelling. Het gaat me eigenlijk om de kracht. Maar, de tweede van Newton. F is m keer a. Als de versnelling maximaal is, is de kracht ook maximaal. Is de versnelling 0, is de kracht ook 0. Oftewel, ik kan deze grafiek ook gewoon zeggen van ja, in plaats van versnelling is het gewoon kracht. En dan zie je dus dat kracht en uitwijking eigenlijk tegengesteld zijn. Je kunt zeggen dat bij een trilling geldt hier dat de kracht is min c keer u. U, de uitwijking van het voorwerp. F, de kracht op het voorwerp. En het is recht evenredig, maar wel tegengesteld. Kortom, F is min c keer u. En als we het met een veer hebben, dan zou dus die c de veerconstante zijn. En als dit zo geldt,
Dat noemen we een harmonische trilling. Bij een harmonische trilling, en dat is een trilling die in de natuur het meest voorkomt, ja, dan geldt altijd dat de kracht op het voorwerp altijd recht evenredig is met de uitwijking, maar dan wel tegengesteld. En wat er meteen uit voortvloeit is dat het UT-diagram een sinusoïde is. Ja, dus als je een UT-diagram hebt en je weet zeker dat het een sinusoïde is, weet je ook zeker dat het een harmonische trilling is. Nou, we kijken eventjes dan naar zo'n trilling en let op, kijk, de blauwe stip, ja hier, de blauwe stip, die voert een trilling uit, een harmonische trilling, en je ziet dus inderdaad dat dat opgebouwd is in feite uit de cirkelbeweging. Die rode, die voert de cirkelbeweging uit en je krijgt dan een prachtig mooie sinusoïde als UT-diagram. Nou, we gaan dat eventjes wat in detail bekijken. Zo, een beetje duidelijker. Rood voert een cirkelbeweging uit. En blauw, die volgt de rode. En dat betekent dus dat de uitwijking van blauw, dat is eigenlijk gewoon een component van de cirkelbeweging. Ja, die uitwijking die kan maximaal gelijk wezen aan de straal van de cirkel. Ja, dat is dus hier de amplitude. En hoe groot is nu die uitwijking vergeleken met de cirkelbeweging? Nou, maak ik eventjes die cirkelbeweging iets duidelijker. Ja, die cirkelbeweging die voert in feite een cirkel uit met die hoek alfa. Ja, die hoek alfa die gaat dus hier, hij begint met 0 en die is nu, nou wat zou die wezen, een graad of 50 denk ik. En als hier bovenaan is, is de hoek 90. En die uitwijking kan ik dan hier berekenen, want kijk, die amplitude, die is natuurlijk ook gelijk aan deze zijde. Ja, het is gewoon de straal. En dan heb ik hier een mooi driehoekje. Mooi driehoekje. En die hoek alfa die zit ook daar. Want het is hier een z-hoek. Oftewel de uitwijking is de overstaande rechthoekzijde van hoek alfa. Dat betekent dus dat ik voor de uitwijking kan opschrijven dat u is a maal de sinus van alfa. Ja, denk maar eventjes goed aan. He, dit is hoek alfa en sinus alfa is overstaande rechthoekzijde gedeeld door schuine zijde. En als je dat even herschrijft, dan krijg je dat u is a keer sinus alfa. Dan ga ik eventjes, ik wil voor alfa, ja, de hoek, wil ik eigenlijk wel weten, ja, hoe groot is hij nu, bijvoorbeeld na een bepaald aantal secondes. Nou, die hoek alfa, die varieert van 0 tot 360 graden. En na hoeveel seconden heeft hij die 360 graden bereikt? Nou, dat is na t seconden, na 1 trillingstijd, heeft hij 360 graden. Nu willen we geen graden gebruiken in de natuurkunde, maar we gebruiken radialen. En 360 graden is hetzelfde als 2 pi radialen, ja, na t, hoofdletter t secondes. Hoeveel heeft hij dan gedaan na een willekeurig aantal secondes? Nou, dan moet je dus de tijd delen door de trillingstijd. Hoe vaak heeft hij dat zijn rondje gedaan? En dan doe ik dat keer 2 pi. Invullen krijg ik dat na t seconden is de uitwijking. Daar is hij. In plaats van alfa vul ik dan dus in deze uitdrukking. De tijd gedeelde trillingstijd maal 2 pi. Laten we eerst maar eens een voorbeeldje doen. Ja, dat is iets makkelijker om een beetje een voorstelling te krijgen, hoop ik. Nou, eerst eventjes. Hè. Slingertijd, 4 seconden. Afstand tussen beide standen is 5 centimeter. En gevraagd wat is de uitwijking na 6,5 seconden. Het eerste is natuurlijk weer gegevens. Dit zijn de gegevens die je hebt. Oftewel, de trillingstijd is 4 seconden. Let op, amplitude is niet 5, maar is 2,5. Want afstand tussen uiterste stand is misschien 5 centimeter, maar zijn amplitude is dan de helft. Nou, en gevraagd na 6,5 seconden, dus tijd 6,5. En ik kan de uitwijking nu berekenen. Probeer het eerst zelf eventjes in te vullen met je rekenmachine. En dan kijken of je hetzelfde eruit hebt. Druk even op pauze. Nou, invullen. 6,5 voor de tijd. Trillingstijd 4, nou, et cetera, et cetera. En als je het uitrekent, komt eruit min 1,8 centimeter. Dat betekent dus dat hij
1,8 centimeter links van de evenwichtstand is. Als je iets anders uit hebt, ja, let op, je rekenmachine moet er wel op radialen staan. Dit is eigenlijk de enige plek bij natuurkunde, althans hè, wat jullie tegen zullen komen, dat de rekenmachine niet op degrees moet staan, maar op radialen, op radians. Let daar goed op bij dit soort voorbeelden. Dus een harmonische trilling is als de kracht is recht evenredig met u, maar tegengesteld. Of als het UT-diagram een sinusoïde is. Of als je de uitwijking kunt berekenen met, nou, daar staat hij. Er is nog niets. Je hebt hier een cirkelbeweging. Die rode punt die voert een cirkelbeweging uit. En die heeft natuurlijk een bepaalde snelheid. Dat is de snelheid van de cirkelbeweging. En de blauwe die volgt de cirkelbeweging, dus die heeft daar dezelfde snelheid. Maar als hij dus omhoog gaat, ja, die snelheid die neemt af van de harmonische trilling. En dat komt omdat de snelheid van de cirkelbeweging misschien wel in grootte gelijk blijft, maar in richting niet. En de harmonische trilling is een component van de cirkelbeweging, betekent dus dat de snelheid de component is van die snelheid van de cirkel. En dan zie je dus inderdaad dat hij iedere keer afneemt. Maar je kunt hier ook iets anders dan uithalen. Namelijk, ik weet dat voor de cirkelbeweging geldt dat de snelheid is afstand gedeeld tijd. Nou, als ik dan voor afstand precies één cirkel neem, oftewel 2πr, dan weet ik dat hij daar precies één trillingstijd over doet. Dus de snelheid is gelijk aan 2πr gedeeld t. En die r, die is gelijk aan de amplitude. Oftewel, de snelheid van de cirkel is 2πa gedeeld t. En dat is gelijk aan de maximale snelheid van de harmonische trilling. Dus voor harmonische trilling heb ik nog een extra, namelijk dat de maximale snelheid, de snelheid in de evenwichtstand, gelijk is aan 2πa gedeeld door de trillingstijd. Is er nog meer? Jawel, maar dat is een mooie cliffhanger voor de volgende keer. Bedankt voor het horen en tot horens!